Goedemorgen treders, dit is het marktcommentaar van zondag 15 mei. Het is nu uh, kwart voor twaalf in de ochtend en we gaan zo weer naar de markt te kijken. Um, even een huishoudelijke mededeling, althans uh, twee. Ik heb vorige week heb ik aangekondigd dat er een, binnenkort een webinar komt. Dat plan ik um, volgende week, um, in de loop van de week na volgend weekend wil dat zeggen. Dus binnen nu en, nou, zeg maar, twee à drie weken verwacht ik dat er een aankondiging komt van een gratis webinar. In zaken um, de meest elementaire tradingconcepten die ik gebruik. Gekoppeld natuurlijk aan de online uh, cursus. Dat webinar zal gewoon gratis zijn, informatief. En um, daar zal ik dan TCT um, nog wat meer informatie over geven. Tweede mededeling: aanstaande weekend, dus volgende weekend, is er geen. Mark commentaar, waarom niet? Dan ben ik namelijk acht dagen in Malaga in Spanje, in de buurt daarvan. Want daar hebben wij sinds drie jaar eindelijk weer, um, dat ging door corona niet door, de tradingweek. We hebben normaal met de traders die de cursus doen. Eerst was het de driedaagse klassikale cursus en nu natuurlijk de online cursus. Uh, voor diegenen die interesse hebben, hebben wij twee keer per jaar een trading week. En uh, dat hebben we altijd in Spanje gedaan. Nou, dat ging natuurlijk niet vanwege corona. Dat gaat nu wel. Dus wij zitten dan uh, een hele week in, uh, in de buurt van Malaga samen te treden. En dat is uitermate um, leerrijk. Want uh, als je samen treedt, dan kun je ook uh, sturen. Dan kun je vragen stellen. En um, dat betekent dat ik voor een weekend, vrijdag ben ik al weg. En voor een weekend ben ik dan niet in de gelegenheid om die vlog in te spreken. Het weekend daarop wel weer. Maar um, voor een weekend dus even geen markomata. Goed. Wij hebben vorige week het scenario aangegeven dat wij op de korte termijn, dat wil zeggen in de loop van de nu achter ons liggende week, uh, A nog lagere koersen verwachten en B en bodem. Uh, en dat zou dan de mid cycle zijn van de week. Dat zou dan de dagen cyclusbodem zijn en dat zou ook de bodem zijn van de dagcyclus. Nou, we gaan eens kijken wat er is gebeurd. Dit is uh, vrijdag, dit is donderdag, woensdag, dinsdag, maandag. Nou, je ziet, en dit is dus die zondag, of uh, de, de vrijdag daarvoor, sorry. We gingen inderdaad eerst naar beneden en op donderdag hebben wij keurig een bodem gezet, althans voor zover het lijkt. Die bodem, die noteert vanaf de vorige cyclus bodem en keurige 21 bars. Dus dat valt netjes in de bandbreedte waar je een bodem verwacht. Dat zou dan ook een tweedaagse cyclus moeten zijn. Je ziet hier rechts nu de tweedaagse grafiek. Dus uh, één koersbaar zijn twee dagen. Dat betekent dus dat twee van die dagcycles één gehele cyclus maken op tweedaagse basis. En twee van die tweedaagse cyclus maken ongeveer één weekcyclus. He, dus de, de bodem van de tweedaagse is in principe ook de, uh, de mid-sanite, de helft van de weekcyclus. Nou, je ziet als wij hier ons, uh, ons laddertje naast zetten. Ons tijdladdertje. Dan noteren we 27 bars. Dus dat is een cyclus van wat langere duur. Nou, in principe kan dat. En je ziet ook hier. De double squasticste cyclus indicator staat helemaal onderin. Hij knikt nu opwaarts. Dit is de voorgeboden. Um, we zitten ook relatief ver onder de MA20. Um, dat geldt overigens ook voor de dag. Dat is een belangrijk teken. Het geeft gewoon aan dat Um, het mean reversion principe opgaat. De koersen uh, verwijderen zich vaak van het 20-daags gemiddelde. Komen dan weer terug. Verwijderen zich dan weer en komen dan weer terug. En uh, ik ga ervan uit dat wij dus afgelopen donderdag de bodem van de dag en van de twee dagen hebben gezet. En dat impliceert dus ook, als we even naar de week kijken, dat dit dan de mid cycle low is van de week. Cyclus. En dat zou dan zijn op bar nummer 11. Nou, dat zit halverwege, want 20 bars is de gemiddelde lengte van een cyclus. 11 is ongeveer halverwege. En ik gaf vorige week aan, dan kunnen we dat m-patroon hier verwachten. Dus dit is de bodem. Nu krijg je een knik omhoog en dan uiteindelijk nog een tweede beweging omlaag. En aangezien de bodem hier al is gebroken, hè, dat is dus deze week gebeurd. Um, staat de top vast? Die top mag dus niet meer worden overschreven, overschreden voor het um, bearish scenario. En dat zou dus betekenen dat wij nu een pullback krijgen, maar dat deze pullback correctief van aard is. Dat wil zeggen een um, herstel in een daalende markt, daalende markt. En dat we na deze pullback uiteindelijk nog een lagere low krijgen. En als we even naar de een planning kijken, wanneer zou dat dan plaatsvinden, uitgaande van 20 bars, dan komen we op zeg maar, nou, 11 juli uit. Nou, dat is natuurlijk, kan altijd een, een, een week, twee weken afwijken, uh, twee weken eerder, twee weken later, maar laten we zeggen eind juni, eind juli, in de maand juli, zou ik in principe een week bodem verwachten. En of dat dan een um, bodem is weer in een lagere markt, dat we dan weer een tijdelijk herstel krijgen. Want ik lees overal dat men, tussen aanstekens, um, nog een veel lagere lof verwacht. Ergens in september, oktober. Nou, dat, dat, dat kijken we tegen die tijd wel. Dat vind ik voor het uh, swing trading, waar je een aantal dagen, misschien tot een aantal weken in de markt zit, eigenlijk te ver. Daar zitten veel te veel... Um, Onzekerheden aan vast. We hebben al onzekerheden genoeg als we proberen een week vooruit te kijken, laat staan een aantal maanden. Dus dan gaan we gewoon vlog voor vlog bekijken hoe we er dan voor staan. Voor nu in ieder geval um, de aanname waar ik wel een, een, een hoog mate van vertrouwen in heb. Dat wij dus afgelopen donderdag de cyclusbodem gezet hebben op dagbasis. Op tweedaagsbasis. En dat dat de midcycle is. En dat betekent dus dat wij uh, nu beginnen aan een herstel. Dat herstel zal denk ik minimaal uiteindelijk komen naar de MA20 op dagbasis. Maar die MA20, kijk, kun je zeggen, ja, dat is toch wel 1500. punten, Of nee, sorry, hoeveel is het? Uh, 1300 punten omhoog. Dat wordt natuurlijk met de dag minder. Waarom? Omdat het EMA natuurlijk per dag gaat dalen, want het EMA20 neemt natuurlijk deze data ook nog mee. Um, maar meestal zie je dat in ieder geval een herstel tot de MA20 leidt. Het kan verder gaan dan dat, maar ik ga ervan uit dat um, wij zitten nu op bar 11, dat wij niet meer dan 1 tot 3 weken gaan herstellen. En in dat herstel zal best wel een keer een flinke updag zijn. Die hadden we vrijdag ook, hè? dat was een behoorlijke updag. Um, misschien ook twee achter een volgende updagen. Um, maar dat het herstel per saldo wat rommelig zijn. Kijk, dit is ook een, een herstel, een correctief herstel. Je ziet één grote barre, die heeft dan wat we noemen no follow-through, dus geen vervolg. Um, veel overlap in de, in de candles. Ze zitten in elkaars range. Um, nou, dat is zeg maar het correctieve karakter daarvan. Dus, dus geen impuls. Geen opeenstapeling van groene bars. Maar per saldo gewoon correctief. Um, bijvoorbeeld zeg maar tot, nou, tot rond misschien de helft van deze, deze daling. He, dus als we de helft pakken van deze daling. Ik breng dat hier even in kaart. Met laddertje even markeren. Zo, dit is, uh, dit is de helft. 50% van die daling van hier naar daar. Dus dan zouden we rond 33.300 zouden kunnen gaan. Waar nu de, zeg maar de MA2, MA20 ligt. Het kan ook wat lager, maar ik, ik denk dat we zeg maar dit soort herstel wel kunnen maken. En dat we daarna inderdaad nieuwe los gaan zetten. En dat dit dus zeg maar het M-patroon wordt. Dat betekent dus, heeft het zin om nu long te gaan? Um, ja en nee. Um, nee, als je uh, niet in staat bent om de markt, denk ik, intraday tenminste, twee, drie keer per dag even kort te checken. Dus als je zegt, ik heb overdag helemaal geen tijd, ik, uh, ik ga gewoon long. Um, maar ik kan pas uh, s'avonds uh, weer kijken. Ja, dan wordt het een beetje, een beetje krapjes waarom uh, de markt kan uh, intradag gewoon vrij snel en fors weer dalen. Um, maar aangezien ik ervan uitga dat wij per saldo nou, best wel 1000, misschien 1500 punten kunnen herstellen. Dat is toch wel een aanzienlijk uh, bedrag of uh, uh, aantal punten. Um, ga ik ervan uit dat wij eigenlijk op de eerste mogelijke pullback op intradagbasis, dat hier een interessante longpositie uh, in te nemen valt. En um, dat betekent dus dat je bijvoorbeeld uh, de eerste impulsen, want dit is nu impuls op, op intradagbasis. Ik laat je het even zien met bijvoorbeeld de uurchart. Dat is hier. Kijk, je ziet nu dat het herstel dat we hier hebben. Dus het begin dat we hier een impulsbeweging in de uurchart hebben, dat kan nog wel even doorgaan, maar uiteindelijk komt daar gewoon een, een top. En uh, elke beweging gaat om pand zo dan komt een pullback en dan gaan we vervolgens door in die pullback. Kijk, dat zou interessant zijn als je dan vervolgens hier ergens gaat positioneren op die, op die pullback, op die, op die hogere bodem intraday omdat je zeg maar dit herstel wilt pakken. Maar dat betekent dus dat je bij een uurchart bijvoorbeeld een aantal keren per dag even kort moet checken. Nou hebben we inderdaad al die pullback hier ingezet en is die op een moment, uh, geëindigd. En je moet enig inzicht hebben in de price action. Hoe herken ik nou een, een hoger bodem? Daar heb ik in de vlog al heel vaak dingen over verteld. Dat wordt in de cursus natuurlijk uitgebreid uitgelegd. Um, maar je zult daar wel wat, wat inzicht in in price action moeten hebben. Als dat, uh, het antwoord op die vraag ja is, hè, je hebt de, de, de tijd en de kans om dat te doen, dan is denk ik een swing trade gewoon interessant. Um, want dan ga je zeg maar, deze, deze beweging omhoog, die ga je eigenlijk als een soort trendbeweging op een lagere timeframe proberen naar boven toe te begeleiden en dan natuurlijk elke keer je stops te verplaatsen. Dus je zit iets dichter op de markt, niet super dicht zoals bij day trading maar iets is dichter, um, in tegenstelling tot pure swing trading, waar je eigenlijk aan het, aan het einde van de dag gaat kijken: ja, waar sta ik nou per saldo? Maar aangezien dit een correctief herstel is, um, denk ik dat die afstand iets wat te groot is, dat je dus iets wat dichter op de markt moet zitten. Als dat niet gaat, ja, dan zou ik het niet doen. Dan zou ik mijn kruid in principe droog houden totdat wij uh, de genoemde herstelzone. Waar die dan ook even moet liggen, uh, hebben bereid. En dat je dan ziet. Hè, dat we bijvoorbeeld 1 tot 3 weken verder zijn. Dat we dan een duidelijke hervatting zien van die dalende impuls. Met bijvoorbeeld een hele grote rode bar. Want dan valt er nog een aantal weken te profiteren. Voor, ons, uh, voor een mogelijke daling. Is er een uh, kans dat um, dit nu al dé bodem is? Nou, natuurlijk is er een kans, um, dat is er altijd, maar als je puur naar de cyclus kijkt, ja, dit is voor mij een, een no-brainer, dit is een overduidelijk een, een cyclusbodem hier. Even indicatoren erbij zetten, kijk, dit is overduidelijk een cyclusbodem, die is gebroken, dus dit is de mid -cycle low. Het enige wat kan gebeuren, ik heb dat wel eens in, 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 in vlogs uitgelegd, als je een grote cyclus ziet. En we zijn nu bezig met de maandcyclus, denk ik, om, om die af te maken. Dan zie je wel eens dat de kleinere cycles op een bepaald moment vertekend kunnen zijn. Dat betekent, die zijn korter dan normaal. We verwachten nu nog eigenlijk een opleving en dan lager low. En je maakt het wel eens mee dat zo'n kleinere cyclus, de weekcyclus is kleiner dan de maandcyclus, dat dat een halve cyclus is en dat die dan hier de bodem laat zien. Kijk, die kans loopt natuurlijk altijd. Um, is dat een probleem? Uh, nee, want uh, in principe geef ik aan... als je dicht op de markt zit, dan kun je long gaan. Dus stel dat dit gewoon de bodem is hier. Nou, dan zit je in principe gewoon long. Zit je niet long, is ook geen ramp. Um, want stel dat dit echt de bodem is en er komt geen pullback... Um, er komt uiteindelijk altijd een pullback. Maar dan zie je dat aan het karakter... Dat het anders is. Dus normaal gesproken, even onderscheiden. Als het is zoals ik schets, dat dit de mid cycle is. dan zal het herstel overlappend zijn correctief. Dus een beetje rommelig. Een beetje zoals, zoals hier. Wel per saldo hoger, maar eh, twee stapjes vooruit, één stapje achteruit. En eh, dat zie je natuurlijk aan de chart. Stel dat dit nu de bodem is. De maandbodem. Dan zul je meestal iets anders zien. Dan zul je zien dat het herstel veel krachtiger is. Dat het eigenlijk geen correctief karakter heeft, maar meer impulskarakter. En dat uh, dan betekent dat, dat we dus dan moeten schakelen. Dat we dus op de eerstvolgende pullback hier aan de longkant moeten zitten voor een nieuwe beweging omhoog. Ik ga er niet van uit dat het gebeurt. Maar je weet alles kan. We moeten er rekening mee houden. Maar we zien aan, aan de aard van het herstel... Zeer waarschijnlijk of dit dan de bodem is of niet. Maar zoals gezegd, zoals de telling er voorlopig uitziet en ook de price action, ben ik er eigenlijk vrij, uh, van, uh, vrij goed van overtuigd dat dit een tijdelijk herstel is. Maar je weet, je moet nooit het lot tarten. De markt heeft altijd gelijk. Uh, wat dat betreft moeten we heel nederig blijven. En um, elke trade, elke situatie is weer een nieuwe situatie. Maar je weet in principe nu waar je hierbij naar moet kijken. Goed, datzelfde beeld zien we natuurlijk ook weer terug in de NASDAQ. We hebben dus hier de recente dagbodem gezet, en ik ga ervan uit dat afgelopen donderdag ook in de NASDAQ de dagbodem werd gezet. Ook hier zie je duidelijk sprake van behoorlijk oversold, ver onder de gemiddelden onder de 80, onder de 20, eh, dus dat vergroot de kans op een pullback naar minimaal die EMA 20, zeg maar minimaal eh, 13.000, maar ik ga ervan uit dat het mogelijk zelfs nog iets meer is. En ook hier zien we dat um, we hier de weekcyclus gezet hebben, um, dat we hier die knik zien, dat dit de mid-cycle is en dat we uiteindelijk naar een pullback nog lager gaan. En ik had in de NASDAQ aangegeven, als we deze hele beweging even pakken: van de maat 220 tot hier, dan hebben we nu per saldo precies 50% gecorrigeerd. Dus we hebben ons minimum correctieniveau al gehaald. Hè, dat had ik ook middels de stippellijn aangegeven. Maar ik ga er zelf vanuit dat we uiteindelijk nog een lage loon maken. En dat die rond de 11.000 komt. Misschien zelfs nog iets lager. Uh, ik lees zelfs dit onder de 10.000. Dat heb ik vorige week ook genoemd. Dat kan. Punt is: nobody knows. Is ook nu niet zo spannend. Um, waar het om gaat is dat ik ervan uitga dat dit nog niet de bodem zal zijn. Maar ook hier moeten we gewoon waakzaam zijn. Want je weet: de markt. Uh, wil je wel eens foppen en uh, als je vasthoudt aan een bepaald scenario, ook al lijkt dat nu gewoon nog zo goed te kloppen, dan um, kun je wel eens voor nare verrassingen komen te staan. Dat betekent ook hier: stel dat dit de bodem is, dan krijgen we waarschijnlijk een krachtige stijl. Dus je krijgt bijvoorbeeld een aantal dagen van fors up en correctie en dan weer up, correctie en dan weer up. Um, dus dat er kopers in de markt komen en dan zie je dat het karakter toch wat anders is dan wat ik nu verwacht. Ik ga er nu vanuit dat we mogelijk richting die 13.3 tot zeg maar 13.7 dat we ergens in dit venster herstellen en dat dit zeg maar zo zal zijn. Twee man up, down, up, down, een beetje een, beetje, ja, een soort, soort trappetje zonder hoge treden en dan uiteindelijk weer... Een hervatting naar beneden, dus een ander karakter gaan we uiteraard. <coughs> sorry, um, bekijken, maar dan weet je um, waar je naar moet, uh, moet, moet kijken. Dus ook hier geldt uh, long is interessant op dit moment. Uh, je gaat natuurlijk wel tegen de trend in, maar wij zijn behoorlijk oversold op, uh, op dagbasis, maar ook op weekbasis. Kijk, staan we behoorlijk te onder. En het is, het is heel goed mogelijk dat we vanaf dit niveau uh, 1500 punten uh, kunnen herstellen. Dat is op zich helemaal geen, uh, geen gekke gedachte. Dus op het moment dat we dat je hier nu op een, op een, op een dip in de komende dagen. Um, hè, want dan komt op een bepaalde moment komt er weer een ronde winstnemingen. Um, dat je hier je gaat inkopen, Dat je bijvoorbeeld opties koopt of wat dan ook. Kijk, en dan heb je, en dit is uiteraard je stop, en je kunt de markt van iets meer, um, van iets dichterbij, zeg maar monitoren, dan zou ik dat doen, want het potentieel naar boven is gewoon interessant. Maar alleen als je A, de, um, de markt intraday af en toe kunt, kunt checken, en B, dat je ook weet hoe je intraday op een uurchart, of een 2 uurchart bijvoorbeeld, uh, voor mij was het een 3 uurchart, uh, dit soort bodems kunt, uh, kunt pakken. Um, uh, en uh, niet, um, alsjeblieft dan niet mailen of via Twitter berichten sturen, is de bodem maar gezet. Dat is niet mijn, uh, mijn taak. Um, als je wilt treden, dan ik ga ik ervan uit dat iedereen uh, treedt met uh, het niveau dat hij zelf heeft. Uh, maar ik geef wat dat betreft geen, um, geen adviezen. Uh, dit is gewoon wat ik zelf ga doen. Want je weet, als je iemand anders advies geeft, dat is natuurlijk nooit. Uh, nooit Perfect, want iedereen heeft zijn eigen risicoversie. En stel dat het fout gaat, dan krijg ik weer de nodige mails met een ander karakter. En uh, daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel trek in, zoals je wellicht kunt begrijpen. Dus dat is de strategie voor de Nasdaq. Gaan we snel door naar de volgende. Dat is de Russel. Dit is de Russel. Ook die heeft volgens mij de bodem nu gezet. Ook op 21 bars hier zoals je ziet. Um, ik gaf jullie weken geleden aan hier al te zitten. Nou dat, uh, dat is bekend. En op het moment dat we hier nu kijken waar we in de week zitten. Dit is de week. Dan zitten we nu in bar nummer 15. Dat is al iets anders dan. Um, um, nou bar 15 ik hou dit even vast. Even toelichten. Bar 15 gaat eruit dat dit hier. De low is daarna. Hebben we nog een iets lagere low, um, dus we hebben twee manieren van interpretatie: dat de bodem hier begint of daar begint. Um, aangezien dit een lagere low is, ga ik er toch vanuit dat de bodem van de vorige weekcyclus hier begint, en dan tellen we nu ook hier 11 bars, en dat betekent dus dat waarschijnlijk een herstel komt. Het herstel ga ik ervan uit in, in dit kadertje, in dit venster. En dat we daarna een nieuw low gaan krijgen of een hertest, dus, dus een net een iets lagere low dan de low die we nu hebben gezet. De Russel is al behoorlijk uh, gecorrigeerd, ook hier brengen we dat even in kaart, hoe ver dat dan is. Hier zie je ook 50%, zoals de NASDAQ. En het zou me niet verbazen als we uiteindelijk hier richting de 60% gaan. Dus 60% van de afstand van hier tot daar. Dus dat we dan deze beweging krijgen. Want vaak heb je dan 1, 2, 3, 4, 5. Dus je hebt 3 in 3 impulsbewegingen. En 2 correctieve bewegingen. Dit lijkt nu een beetje Elliot Wave. eh uh, daar hou ik mezelf niet mee bezig, maar dit is ook vaak gewoon marktstructuur die je ziet. Uh, in een opwaartse markt zie je vaak enkelvoudige correcties of dubbele correcties, dus met twee correctieve bewegingen. Maar in een impulsmarkt, dat is natuurlijk een impuls naar beneden, zien we vaak drie impulsieve uh, swings en twee correctieve swings. Dus ook hier, het scenario is eigenlijk gewoon vrij duidelijk. Uh, long is interessant. Er is aardig wat potentie naar boven toe, um, zeg maar, tot, had ik hier aangegeven, dit, dit venster. En dan, dan hebben we het toch over, um, vanaf nu nog zo'n, nou zeg maar zo'n duizend punten. Vijf, zes, zeven procent, zou in principe moeten, moeten kunnen. En dan denk ik over een week of misschien anderhalf, twee, zo'n beetje de draai en dan de laatste golfje naar beneden. Kan allemaal een beetje langer duren. Um, maar het scenario staat vast en ook, eruit, ook uiteraard moeten we hier kijken of het karakter van de beweging omhoog niet opeens sterk impulsief wordt, dan zou dit neem ik, stiekem de bodem kunnen zijn. Maar nogmaals, ik ga uit van het hoofdscenario, het hoofdscenario klopt al weken, dus waarom zou ik nu opeens uh, moeten handelen op een alternatieve scenario? Het hoofdscenario is dat er nog een lagere low komt, dat wij die uiteindelijke low in de maand um, juli zien. Juli, ja, dus met een L. En zolang er geen gekke dingen gebeuren, um, hou ik daar uiteraard gewoon aan vast. Um, -posities die ik had shortposities, die zijn allemaal uh, gesloten. Dus ik zit, ik zit cash, um, ik zit nu ook nog niet long. Ik wil uh, eventueel een intraday daling uiteindelijk in de komende Twee of drie dagen wel kijken of ik hier een kleine longpositie aanga. Dat zal uiteraard een bescheiden longpositie zijn omdat het hoofdscenario nog neerwaarts is. Dus de risico's liggen ondanks het herstel altijd nog naar beneden. Maar op dit moment zit ik gewoon cash en uh, kijk ik het gewoon even rustig van een afstand aan hoe een en ander zich hier gaat ontwikkelen. Dan gaan we naar de DAX. Dit is de Dax. Die zetten we hier even op 24 uur. Nou, de Dax eh, die lijkt al een, een, een bodem in de midcycle ook gezet te hebben. Kijk, als we hier kijken naar de cycles. Dan zien we hier een cyclus. En hier. Dus één. 2 en hier is de dagcyclus waarschijnlijk al eerder gezet. Het is vrijdag, 1 4, dus dus dinsdag geweest in plaats van donderdag. Dat kan. En je ziet in de rechter weekgrafiek, zien we al die knik hier, dat m-patroon hier. Um, dus dit moet dan ook de tweedaagse bodem zijn. Dan gaan we even checken. Zet hem even op tweedaags. Kijk, en dit lijkt toch wel een tweedaagse cyclus hier. Double Sarcastics bevestigt dat ook. Dus in de DAX hebben we de mid-cycle low al gezet. En dan ga ik ervan uit dat dat dus in de Amerikaanse indices ook het geval is. De DAX, dat had ik ook aangegeven, is hier in de eerste beweging naar beneden al heel fors gedaald. En ik zei al vaker dat ik in principe voor de DAX verwacht dat deze a. zich sterker zal ontwikkelen dan de Amerikaanse markten en b. dat het maar de vraag is of we hier nog een nieuw low krijgen. Misschien dat we een test van die low krijgen. Dus qua shortposities ben ik veel meer bearish op Amerikaanse, op de Amerikaanse beurzen. Uh, Indices dan op de DAX. Die heeft blijkbaar het slechtste nieuws al eerder volledig of van groot deel verdisconteerd. Um, en ik kan me voorstellen dat het herstel in de DAX minimaal richting de onderkant hier van deze Trading Range komt. Dus minimaal nog een procent of een, een punt of, uh, of 800. Misschien uh, zeg maar in deze zone, 800 tot, tot, uh, tot 1100 punten, zo'n beetje. En hier zien we, in tegenstelling tot de Amerikaanse beurzen, dat deze weekcyclus nog niet een bearish karakter heeft. Hè? Dus in de, in de Dow, in de NASDAQ, is de bodem gezet. Komen we omhoog en is de bodem gebroken. En dat betekent dat dit dan de mid-cycle low is en dat we uiteindelijk nog een lagere bodem maken. Dat heb ik uitgelegd, tenzij dit de bodem is, dan zou het een kortere cyclus zijn, maar daar hebben we het nu uitgebreid over besproken. In de DAX zien we dat niet, de bodem is hier gezet en dit is een hogere bodem, dus in theorie kan het zomaar zijn dat de DAX gewoon dit gaat doen. Daar ga ik niet van uit, waarom niet, als onbouwende Amerikaanse beurzen misschien over een week of twee, drie inderdaad een lager top zetten, dan denk ik niet dat de DAX richting all time highs gaat. Maar het is even duidelijk dat als we kijken naar wat is nou het meest bearish visie op, op welke beurs, dan is dat voorlopig niet de DAX. De DAX is relatief, doet dit relatief beter dan de Amerikaanse beurzen. Dus op het moment dat we weer gaan draaien, eventueel na, he, van opwaarts naar neerwaarts, dan zou ik dat vooral dus in de Amerikaanse eh, indices zoeken en niet in de DAX. Want zoals je hier ziet, die ziet er gewoon relatief een stuk sterker uit. Dan gaan we nu naar het goud. Ik had net al de chart even erop zitten, op staan. dat is Nu is het goede moment daarvoor. Uh, het goud. Kijk, um, goud hebben we al weken gezegd. Dit is een belangrijke top. Ik ga ervan uit dat dit een lagere top zal worden en dat we op weg gaan naar de weekziek, dus bodem. En als ik iets doe dan zou dat zeg maar in deze range zijn, mits er natuurlijk bodemvorming is. Nou, dit is niet bepaald bodemvorming, dit is gewoon neerwaarts geweld, zoals we dat noemen. En um, mogelijk komt de bodem er nu aan, we noteren nu ook 20 bars, dus dat, dat kan, um, maar ik vind dit geen mooie structuur. Um, is dit een opwaartse trend? Nou, niet echt. Dit is eigenlijk gewoon één grote trading range. Dus waar is goud eventueel interessant? Ja, ik zou, ik zou haast zeggen aan de onderkant, hiervan is het interessant. Stel dat die nu heel hard naar beneden gaat, um, dan wil ik wel wat oppikken voor een herstel. Maar eigenlijk is het gewoon, is het gewoon rommelig. En hier zie je ook de, de misopvatting van, uh, van heel veel mensen. Die zeggen, oh, inflatie hoog, dan moet je goud kopen. Nou, ik heb dat al eerder gezegd, um, als je kijkt naar de naar een langjarige correlatie tussen goud en inflatie, die is er niet. Soms gaat goud omhoog, soms gaat goud omlaag, goud is geen inflatie, inflatie hedge, geen verzekering tegen inflatie. Dus dat die onzin elke keer weer terugkomt, dat zie je vooral op Twitter van nogal ongeïnformeerde uh, beleggers en traders en die roepen er wat of die roepen andere mensen weer na en die tweeten weer van alles. Um, mijn tip is: zorg dat je gewoon de feiten kent en het is gewoon niet waar. En je ziet dat gewoon in de koers: we hebben gewoon 10, 11 inflatie. En uh, wat heeft goud nou gedaan? Helemaal niks, nadannoppers. Uh, het gaat even omhoog en ploft dan gewoon net zo hard weer terug. Dus dit is voor mij eindelijk gewoon een chart. Denk ik, ja, hoe moet je ermee? Helemaal niks. Um, Geldt ook voor het zilver. Kijk eens naar het zilver. Ik gaf je aan. Ik verwacht dat de onderkant van die trading range weer wordt opgezocht. Nou, check, dat hebben we gehad. Het zou mij ook niet verbazen als dit niveau wordt getest. Dit hier. Dus dit is de trading range. Nou, daar zijn we nu bezig. Um, dus er zijn twee scenario's. Of er komt een krachtige beweging omhoog. Met een failure van deze low's. Ik noem het even low 1 en 2. Um, dan hebben we dus zeg maar een falende een uitpak naar beneden. Dat zou een mogelijk interessant punt zijn om een kleine longpositie in te nemen. Voor beweging terug naar het midden van de range. Ik denk dat ik deze positie overigens dan niet zou doen, maar ik geef het even aan. Um, of wij krijgen een, een soort. Ja, uh, verdere sell-off naar dit niveau. Dus dat we nog één of twee van dit soort bars krijgen. We zitten nu volgens mij ook in de buurt van de weekcyclusbodem. Dan zou ik wel wat gaan doen. Want dan hebben we echt sprake van behoorlijke, wat we noemen, uitputting. De koers komt hier, zet alleen maar rode candles neer. Dan krijg je dat elastiekeffecten, wat we eigenlijk hier ook hebben. Je trekt heel hard aan het elastiek. En hoe harder je trekt, des te meer tegenkracht komt er eigenlijk uit... En op het moment dat je het gewoon loslaat, dan, dan veert het eigenlijk heel, heel krachtig terug naar de andere kant. Dus op het moment dat we zeg maar richting de 19 gaan, zeg maar in deze zone, daar zou ik dan wel een kleine positie innemen. Gewoon voor een pullback terug naar de 22. Maar het mogen duidelijk zijn dat uh, de edelmetalen uh, uh, ja, hun, hun belofte niet goed, niet waarmaken dat dit een inflatie-hedge zou zijn. Uh, nog dat hier uh, hele positieve ontwikkelingen zijn. Want ik kan me nog goed herinneren dat... Uh, ik zal het je even laten zien. Dat toen we hier stonden en dat goud de vorige high aantikte, dat er, uh, en dat zien we met name op Twitter, uh, de ene over de andere, uh, analist en trader en zo, over elkaar uh, heen viel. En dat die zei, oh, nu gaat zilver richting de 50... En de uitbraak is al geprogrammeerd. En je ziet maar weer, zien is geloven. Als iedereen hetzelfde zegt, dan zie je dat de beurzen altijd anders voorsorteren. Dus laten we altijd nog, altijd nog eventjes kijken naar het maandplaatje. Kijk, dat ziet er nu ook niet meer goed uit. Hè. Dat was positief. Dat kan nog positief zijn in zoverre dat we hier steun vinden. Maar... Het feit is dat we hier een behoorlijke impulsbeweging hebben gehad, maar dat de koers nu in tijd heel veel afstand heeft genomen van die opwaanse kracht. Eindelijk vergelijkbaar met hier en dat die impuls eigenlijk nu ongedaan is gemaakt. Dus het, het basisscenario wat we even hadden van dit, dat kan in principe nog komen, maar dan zouden we nu echt een krachtige reversal moeten hebben ook op maandbasis. En zolang dat niet het geval is, um, ja, vind ik het eigenlijk gewoon niks. En zou het mij niet verbazen als we uiteindelijk zeg maar, nog veel lager gaan. Uh, misschien zelfs weer richting helemaal terug naar de onderkant. Dus ik zou even uitkijken met de elementalen. Zoals gezegd, bij een fosse sell of richting de 19 kun je een kleine longpositie misschien innemen. Op zo'n zo snapback, op zo'n klein uh, pullback. Maar voor de rest ja, vind ik dit eigenlijk. Uh, niet heel interessant. Uh, zoals gezegd. Er kan hier ook een reversal komen. Maar deze trading range is heel krachtig. Is heel lang. Als je deze reversal koopt. Dan is je eerste target 25. Dat is interessant. Maar dat is allemaal vanuit trading perspectief. Dus korte termijn. Je moet er relatief dicht op zitten. Want je ziet. Uh, goud en zilver zijn behoorlijk volatiel. Kunnen heel snel draaien. Als, het interessant, als je het interessant vindt. Prima. Uh, maar zoals Zoals ik vorige week ook zei, er zijn denk ik andere markten die op dit moment interessant zijn en ook een betere verhouding hebben tussen risico en rendement. Goed, dan gaan we naar Bitcoin. Daar was natuurlijk ook het een en ander in te doen. Um, daar geef ik ook al weken aan, eigenlijk vanaf het moment dat we hier dus uitbreken. Of Mislukt uitbreken. Ik liet jullie zien dat ik vanaf hier short zat. Dat het koersdoel de onderkant is van deze trading range. Um, zeg maar tussen 28, tussen 28 en 30 plus minus. Um, en dat het mij niet zo verbazen als zijn een overshoot is. Die overshoot, die was er ook. We zijn gedaald tot in de 25.000. Even. Misschien uitleggen waarom je vaak een overschot krijgt. En met name bij Bitcoin is dat natuurlijk extra logisch, maar dit is een algemeen principe dat dat overal in, in opgaat. Kijk, maar pa we pakken het even bij Bitcoin. Um, er zijn ongeveer er zijn 21 miljoen Bitcoins die gemined kunnen worden. Meer kan niet. De laatste miljoen worden geloof ik in de komende tientallen jaren gemined. Dus er zijn nu zeg maar, geloof ik, iets van 20 in omloop. Daarvan zijn er, geloof ik, 2 tot 3 miljoen die zijn zoek hè? Gewoon die ergens op een sticky liggen op een laptop en die niet meer terug kunnen. Dus de, 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 de zogenaamde vrij in omloop zijn de bitcoins. Hebben we het over, nou laten we zeggen, 17 miljoen? Daarvan zijn een heleboel, uh, in, ik noem het maar even, in vaste handen. Uh, op een sticky in de kluis, uh, cold storage. Uh, die dus echt gewoon van de beurzen worden gehaald. He, de, de, de klassieke buy and hold uh, strategie. Nou, dus de bitcoins, dus met andere woorden, stel je bent een, 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 een grote partij, je wilt uh, een grote positie innemen in bitcoin, dan uh, is dat natuurlijk al lastig, want de, de vrij verhandelbare aant aantal bitcoin is gewoon beperkt. Ah, we hebben er maar 17 miljoen, daarvan zijn een heleboel off-exchange. Dus um, hoe kom je nou, hoe koop je nou uh, een, een flink aantal bitcoins? Nou, want uh, je kunt ze alleen maar kopen als iemand anders die dingen wil verkopen. Nou, je kunt natuurlijk zeggen: Ik, uh, ik koop ze op, uh, op 70.000, dan zal er wel genoeg liquiditeit zijn om te verkopen. Maar jij wilt natuurlijk niet hoog kopen, nee, jij wilt laag kopen. Dus hoe kun je laag kopen uh, als jij de markt manipuleert door zelf bitcoins eerst te verkopen in zeg maar minder liquide uren, minder liquide dagen, weekend bijvoorbeeld, uh, 's nachts, uh, en dat de koers daardoor door jouw manipulatie door bepaalde niveaus heen gaat waar partijen hun stops hebben liggen. Nou, dit niveau hier. Dit zien niet jullie, dit zie niet ik, dit ziet iedereen, de hele wereld. En Twitter staat er vol van dat er een belangrijke steun is tussen zeg maar 28 en, en 30.000, 31.000 dollar. Dus iedereen ziet dit. Um, dus hoe kun je nou goedkoop aan die dingen komen? Als jij de koers manipuleert, dat wil zeggen jij verkoopt zelf uit je bestand of dat doe je via derivaten... Um, zodanig dat dit niveau wordt gebroken. Want wat gebeurt er dan? Hieronder hebben traders stops liggen. Die zeggen namelijk: tot, tot hier en niet verder. En daaronder gaan we, gaan we verkopen. Niet alle traders, maar een heleboel traders. Dus um, jij moet ervan profiteren dat er een, een, een flow komt, een zone ontstaat met liquiditeit. Nou, dit is een zone met liquiditeit. Dat wil zeggen: Hier worden. Veel bitcoins verkocht door mensen die ja, in paniek raken. Die capituleren, capitulatie noemen we dat. En die zeggen: nou, la, laat maar, het is, het is goed geweest. Ik heb ze voor mijn part hier gekocht, hier gekocht, wherever. Uh, ik stap eruit. Uh, ik trek het niet meer. Ik moet ergens hier mijn, uh, mijn verlies beperken. Dus hier ontstaat heel veel aanbod aan bitcoins. En wat gebeurt er? Daar gaan de grote jongens. De big boys die gaan hier kopen en dat zie je ook. Kijk, je ziet het aan die spike. Het wordt meteen opgepakt. Want bedenk tegenover elke verkoper staat een koper. Hier hebben dus niet alleen mensen verkocht in paniek, maar daar hebben ook mensen gekocht. En wie zijn die kopers nou? Dat zijn de mensen, de grote partijen die juist um, grote aantallen willen kopen op zo laag mogelijke koers en die wel liquiditeit nodig hebben. Dus en daardoor krijg je vaak dit soort bewegingen, hetzelfde ook hier. Hier wordt de koers twee keer toe boven deze high gezet, dat is puur manipulatie, waarom? Dan gaan uh, vaak kleinere beleggers die zeggen, oh kijk we hebben een nieuwe high, wij gaan bitcoins kopen, want nu gaat die wel richting een miljoen. Um, en uh, wat gebeurt er? Er komt dus liquiditeit vrij want uh, de grote partijen willen hier verkopen. Dus iemand anders moet kopen. Waar komt dat koopinteresse vandaan? Van mensen die op die nieuwe high instappen. Nou, en hier is precies het tegenovergestelde. Dus het gaat er altijd om de zoektocht naar liquiditeit. En dan krijg je dus altijd dit soort overshoots voorbij uh, volgens swing lows of swing highs. Dus de hamvraag is nu natuurlijk: hebben wij de bodem gezien? Nou, het probleem is, dat weten we natuurlijk nooit zeker. Um, maar ik vind het wel uh, uitermate positief dat wij hier die, um, die pocket hebben van, van die tijd, dat de koers daarna fors opveerde. Um, want dit verklaart dus uh, dat hier grote kopers aanwezig zijn. Die grote kopers zijn dus niet dom. Die hebben hier ook de markt gemanipuleerd om dus weer naar beneden te zetten. Die hebben een bepaald doel. Um, en die hebben een bepaalde visie. Dus, dus uh, nogmaals, hier zijn partijen in paniek geraakt. Maar die hebben dingen verkocht aan de partijen die hier een bepaalde visie op hebben. Dus is het uit te sluiten dat wij nog een keer lager gaan? Uh, nee, in principe niet. Het hangt natuurlijk van af uh, of al die partijen die wilden kopen... of die hun orders gevuld uh, zien... Dus de stad die nu vol zitten met de bitcoins die ze, die ze wilden kopen, dat weet ik natuurlijk niet. Um, wat we dus eigenlijk moeten doen, is vooral nu letten op het, het vervolg in de komende twee weken. Kijk, op het moment dat de koers de komende week die low weer gaat opzoeken, dan weet je, die partijen zijn nog niet klaar. Die willen de koers nog wat lager, want die willen graag hier nog kopen. Misschien zelfs helemaal naar de, naar de 20 toe. Um, en ik heb zelfs uh, analyses gezien die aangaven, nou, um, Bitcoin kan eigenlijk zelfs richting de 12, en dat, dat is dus deze, deze low hier. Um, dat is altijd lastig om, om koersdoelen uit te spreken. Kijk, het feit is dat we nu wel in een, in een, op een interessant punt komen hier waar de koers. Als die gaat opveren en in principe hier boven dit niveau komt. Boven zeg maar deze low en deze. En de high van vorige week boven 34. Dan kunnen we in principe, denk ik, binnen een paar maanden weer die all-time high gaan, gaan opzoeken. <coughs> dus dit, <coughs> pardon. dit is interessant. Maar of de low vaststaat. We moeten gewoon kijken hoe we volgende week verder gaan. Als we een pullback krijgen en we zetten een hoger bodem neer. Kijk, dat is eigenlijk wat, wij, wat we nu willen zien. Als wij zien dat dit voorlopig even het herstel was en we zoeken de loos weer op, dan kun je inderdaad nog wat lager loos verwachten. Maar ik denk dat we hier wel op de lange termijn met een interessante ontwikkeling bezig zijn. Uh, en dat laat ik jullie nog heel even zien. Hier dus de weekgrafiek. En um, ik zet hier even de 200 weeks neer. Volgens mij heb ik dat al een keer laten zien, maar toch nog even. Nou, en um, het 200 weeks loopt eigenlijk dan zomaar. We hebben natuurlijk 200 weken nodig. Maar het feit is dat elke keer als wij in de buurt staan van een 200 weeks, dan, um, dan ontstaat er eigenlijk een interessante koopkans. En nu zitten we niet zo heel ver vandaan. Kijk, uh, 25 of 20 is voor mij eigenlijk. Uh, niet zo heel veel verschil. Zit, natuurlijk is het 5000 dollar, maar het gaat erom, ontstaat hier nu een kans, waarna we uiteindelijk weer een t x of meer omhoog gaan. En ik denk dat we nu in een, in een periode zitten dat het er mogelijk aan zit te komen. Um, maar, zoals ik ook eerder heb aangegeven, um, de correlatie tussen, de, tussen Bitcoin en de Nasdaq is heel groot. Dat zijn allebei risk on assets. Ik ga ervan uit dat de bodem in de Nasdaq nog niet gezet is. Dat we dus na een herstel uiteindelijk nog een lagere bodem krijgen. Dus het zou mij niet verbazen als in de komende maand Bitcoin toch nog een keer een lager low maakt. Maar ik vind het wel zeer positief dat wij dus in die beweging naar beneden van afgelopen weken. Um, dat wij nu meteen eigenlijk weer terug zijn... want dat betekent gewoon dat hier flink is gekocht. Dus in die zone wordt gewoon gekocht. En um, ik, ik zou dit zeg maar, als koopzone willen bestempelen... Zeg maar, die hele rit van 30 naar na, na 10. Normaal uh, is dus geen trade. Daarvoor wil je eerst bevestiging hebben. Maar als je zegt, ja, dit is toch interessant... vanuit, um, vanuit perspectief van kernpositie nieuw openen of misschien iets verzwaren voor de komende 3 à 4 jaar, ik denk ik dat we nu per saldo in een interessante, uh, interessante positie zitten. Um, want bedenk ook, wij zijn natuurlijk alweer behoorlijk gecorrigeerd hier, ik geloof alweer 60, 65% zo'n beetje, um, de meeste bear markets, of de meeste, de vorige gaven geloof ik 80 aan, 80%, dus daar kan er wel wat van af. Maar het gaat hier even om de big picture. Uh, korte termijn nog even laten zien. Dat even terug hier. Korte termijn um, wil je als je dus een korte termijn trade wil doen, dan wil je eigenlijk nu wel de overtuiging hebben dat deze low echt een falende daling is geweest. Dus een, een, een FBO, een failed breakout. Dat zijn vaak de meest betrouwbare omkeersenalen. Dat zagen we hier ook. Maar daarvoor willen we eigenlijk nu zien: minimaal dat we hier die candle uitnemen, de bovenkant van, uh, van die rode uh, weekkendel. En dat niveau ligt geloof ik hier. Even kijken waar dat ligt precies. Dat ligt op, nou, zeg maar op 34.000. En, en dat is dus nog niet het geval. Of we willen bijvoorbeeld zien dat we een hoge bodem zetten hier in de, in de daggrafiek. Dus als je vanuit tradingperspectief naar de markt kijkt, uh, ja, dan zeg ik: dit is nog een beetje te vroeg om de conclusies te trekken dat de, dat de bodem er staat. Uh, ook als we naar de, naar de week kijken, de weekcyclus, die volgens mij hier zit, is: dus wij tellen nu pas week 15. Dat kan dus een bodem zijn, maar het kan dus ook goed zijn dat we nog een week of 4, 5 per saldo dalen. 6 misschien, richting de 20 bars, en dan zitten we medio juni. Nou, dan kom je alweer richting. Dat tijdvenster waar dan ook die Nasdaq mogelijk kan, kan dalen. Dus ik, ik denk dat we hier nog wel wat volatility krijgen. Um, dus je moet even goed onderscheid maken. Koop ik ze maar voor een korte termijn? Dan vind ik het nog een beetje weinig bewijs. Uh, wil ik een positie opzetten? Door omdat ik bijvoorbeeld uh, nog nooit heb belegd in bitcoins, of omdat ik um, echt een interessant koopmoment zie voor de komende twee tot, tot vier jaar. Dan denk ik dat we nu aardig in een, in een zone zitten waar je stukje bij beetje op lagere niveaus wel een positie kunt, kunt innemen. Goed, we hebben uitgebreid alles besproken. En uh, als het goed is, dan zien we dus de komende twee weken in de aandelenmarkten gewoon per saldo wat herstel, wat op en neer. Um, en we gaan uiteraard dan niet volgende zondag, maar de zondag daarna weer even kijken hoe het is uitgekomen en hoe we dan uh, verder gaan. Ik wens jullie allemaal nog een hele fijne zondag en we zien elkaar dan over twee weken terug. Tot dan.